is vandaag vrijdag. En dat betekent dat het onze laatste dag is. En het is gelijk een beetje een spannende dag, want ik ga vandaag snowboarden. Ik heb 2 weken eerder gesnowboard in mijn leven. En ja, het ging op zich wel goed. Alleen ik heb het nu dus al 5 jaar niet meer gedaan. Dus ik vind het wel een beetje spannend. Van, kan ik het nog of is het echt een drama? En heb ik dan mijn laatste dag verspild aan vallen en opstaan? Maar maakt niet uit, ik ga het gewoon proberen. En ik heb er ook wel weer heel zin in. Want ik weet nog dat ik het echt super, super leuk vond. Dus, laatste dag. Even genieten. Het is weer erg zonnig. En ik moet zeggen, ik was wel weer verbrand. Mijn voorhoofd en mijn neus. Maar, nou ja. Hè? Vandaag nog even een kleurtje opdoen. En hoop ik dat ik een beetje lekker bruin ben. En een beetje lekker bijkom. En we gaan vanavond uit eten met de familie. Mijn oom en tante. En mijn neefjes en nichtjes. Dus dat is ook heel gezellig. Daar sta ik dan. Met mijn snowboard. En mijn schoentjes. Ik heb echt lichtelijk gevoel dat het een drama wordt. Hij ging allemaal dingen vragen van, ja, wil je me ietsje scheef of ietsje recht? Weet ik veel. Vorige keer hebben ze me dat helemaal niet gevraagd. Ze hebben me gewoon hop onder mijn kont gezet. En ik moest maar gaan. Dus ja, ik heb wel een beetje het gevoel dat het lichtelijk drama wordt. Maar als dat echt zo is, dan zit ik de rest van de middag lekker op het terrasje. Jee, met Rivella. En dan red ik me ook wel. Maar ik vind het echt spannend. Ik hoop gewoon dat het goed gaat. En ik hoop gewoon dat ik het kan. Maar ik heb echt het idee dat ik het niet kan. Maar het is niet de goede instelling. Dus ik heb het idee dat ik het kan. Ik zit nog even heerlijk in het zonnetje. En Nikje en Hiddy daar tussen. Ja, alles goed. Die doen nog een rondje. Ze vroegen of alles goed was. Nou, alles is goed. Ik heb me lekker mijn... net een afvalstrudel met vanillesaus op, was heerlijk. En ik zit nu lekker in het zonnetje. Ze zitten me heel raar aan te kijken waarom ik in mezelf praat. Jan, als je dit En ik heb een beetje zere pillen, want ik ben toch 1 keer wel heel hard onderuit gegaan. Dat deed wel zeer niet. Maar het gaat best wel goed. Ik ben nu een beetje aan het leren bochtjes maken. En ik merk, weet je, de afgelopen jaren heb ik dan, deed ik alles, deed ik hele moeilijke pistes. En dan doe je dus niks. Dan doe je geen bochtjes. Dan ga je alleen maar zo schuivend de berg af. En nu doe ik hele vlakke stukken, waardoor ik wel leer om mijn bord om te draaien en bochtjes te maken. Dus ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik het maar 1 dag doe. En volgend jaar, als we gaan, ik hoop dat we gaan, dan doe ik een hele week. En dan doe ik gewoon even 2 of 3 lesjes erbij. Maar ik vind het echt heel leuk. Ik ga zo nog een stukje met Nikje filmen. Hallo. Kom maar door. Ik zit even lekker op bed. Ik heb mega last van mijn kont. Ik ben eigenlijk wel blij dat ik geen hele week snowboarden. Want dan is echt niks meer van je over. Maar het ging echt wel goed. Dus ik ben echt wel blij. En ja, een beetje trots op mezelf. Want ik zie dan toch wel tegenop. En dan durf ik niet zo goed. En ik heb een heel lief vriendje die me dan steunt. En die dan zegt, kom op, je kan het wel. Je moet niet zo bang zijn. Ik krijg je spijt van als je het niet doet. Nou, dus ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik zit even aan mijn vlogs te werken, want we gaan zo uit eten. Maar ik wil nog even 1 vlog af hebben. Dan heb ik morgen iets meer relax. Want we gaan rond 7 uur 's ochtends alweer terug naar huis rijden. Ik heb even lekker gedoucht. Even lekker schoon. Alles sneeuw van me af. En ik heb honger, dus laten we maar gaan. Wij zijn onderweg. Onderweg naar het restaurant. Oh, Scherel troost het zo horen. Ik dacht leuk, ik kreeg er bij night, maar je ziet er eigenlijk niks van. Even laten zien hoe gezellig het is. Al het eten is al op, dus we zijn klaar voor toetje. Net klaar voor toetje. Acne toch? Acne. Acne? Acne heb je jaar kunnen krijgen.
Banana split. Classico. Kijk, banaan. Chocola. En een aardbeienmilkshake. Het is 11:30. De meesten liggen al op bed. We gaan morgen rond 7:00 rijden. Dus 6:30 de wekker. Ik heb mijn koffer ingepakt. Het was echt heel gezellig uit het eten met familie. En perfecte afsluiting van een mooie week. Ik zat net even naar mijn been te kijken. Ik ben tegen de skilift aangeknald. Oh, moet je kijken. Het wordt nu al blauw. Er zit echt een ei op. Ik heb het nog niet eens over mijn kont gehad, want die doet ook zeer. Maar ja, zo is het leven. En ik heb ontzettend genoten. Morgen weer naar huis, 12:00 in de auto. Ja, toch is thuis altijd wel fijn. Ik mis het poes een beetje, dus ik ben blij dat ik die weer zie. Maar dit was absoluut een geweldige vakantie.